Ja, vrienden, je zal maar die politicus zijn. Hè? Die zal je maar zijn. Die gewoon maar vasthoudt aan het idee dat het asielbeleid op dit moment helemaal topje in orde is. Hè? Die zal je maar zijn. Dat denk ik aan, dat vraag ik me af. Hè? Hoe ga je dan door de dag heen? Hè? Voel je je dan prettig? Is dat leuk? Ik bedoel, en dan, wat zegt je familie ervan? Hoe gaat dat dan? Als je zo'n politicus bent en je gelooft in dat asielbeleid. He, en je kijkt dan naar Ter Apel bijvoorbeeld. Ik heb altijd heel veel brieven gehad en reacties gehad van mensen uit Ter Apel afgelopen jaar. En die schreven mij en die zeiden, Harry, zeg daar nou wat van. Maar ja, ik kon niet aan de gang blijven over Ter Apel. Ik heb het wel eens gedaan. En dan zeiden ze, het is hier niet vol te houden. Het is hier niet te harde. Zeg daar nou wat van. En laten ze in Den Haag nou eens beseffen dat het anders moet. Dat hebben die mensen mij vaak laten weten. En wat zien we nu? Ze hebben al ellende genoeg gehad daar in Ter Apel. Hè, met mensen op grasvelden. En ze hebben al heel veel winkeldiefstallen en lastigvallen gehad. En mensen bang. En mensen durfden niet meer op straat. En noem het allemaal maar op. En ja, dat hebben ze allemaal gehad. En wat blijkt nu? Het is nog allemaal vele malen erger geworden. Ja, vrienden, het is toch ongelooflijk. Ja, meer winkeldiefstallen, nog meer lastigvallen, nog meer dat je... Die mensen hebben allemaal bewakingscamera's nu in hun straten. Mensen hebben bewegingscamera's waarover ze maar niemand in de buurt komt. En er gaat vele malen per nacht gaat het af. En mensen zetten hun huis te kopen en mensen willen daar weg. Ze zijn hun hele dorp kwijt daar in Ter Apel. Hoe kan dat nou, vrienden? Hoe kun je dat nou laten gebeuren? Dit is al een hele tijd aan de gang. Dit is niet van vandaag op morgen. Nee, dit is er al. En dat laat je maar voortzudderen. En daar doe je als kabinet dus helemaal niks aan. En dan wil je ook nog heel veel andere gemeentes in Nederland hier ook nog bij lastigvallen. Ja, omdat je dus gewoon het asielbeleid totaal niet in je vingers hebt. En totaal geen greep op hebt. Dat is het. En dan zal je maar die politicus zijn. Ja. Ja, die dat allemaal maar steunt. Ja. En dan denk ik alleen maar. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik me steeds afvraag. Zou zo'n politicus, zou die lekker slapen?